Cornier, 4. En de kans natuurlijk. En het doelpunt is er dan ook van Zalenko. Nou, nu dan. Ja hoor, het is wel raak. Zalenko weer. 2-0 voor de Russen toch. En Zalenko krijgt kans op een derde treffer. Op een hat-trick, kortom. Want hij gaat schieten. En het is 3-0. De Tratse. Maar nu is het wel raak. Zalenko, als die het maar doet, dan gaat het wel goed. Zijn vierde treffer. Zalenko, zo wordt hij nog de topscorer van het toernooi. Dat is wel weer gewoon raak natuurlijk. 30e minuut. Zijn vijfde doelpunt. 5-1.